Hallo, mijn naam is Peter en dit is mijn review van de Schubert C3 Basic Systeemhelm. Ik heb voor de Schubert gekozen omdat ik de informatie heb gevonden dat het een stille helm is, oftewel weinig windgeruis aan je hoofd. En ik kan bevestigen dat het zo is. Het is natuurlijk niet zo dat als je de Schubert helm opzet dat alles ineens stil is, maar vergelijk met mijn vorige helm is het wel degelijk een heel groot verschil. En dat zit hem met name ook in de aansluiting van de binnenvoering om je hoofd. Dat zit heel strak aangesloten en daardoor komt er gewoon minder geluid naar binnen toe. Ik vind heel stevig op mijn hoofd zitten. Ik heb hem ook expres redelijk klein gekocht. Dat vind ik persoonlijk prettig. En dat is ook op het moment dat je de systeemhelm openzet, is dat nog steeds het geval. Je ziet ook dat er hele dikke padding in zit die dat heel prettig maakt. Nou, ik heb hem al inmiddels open gedaan. Het systeem van de systeemhelm C3 werkt heel goed. Dus met één vinger hier onderaan openmaken. Tijdens het rijden heel makkelijk te bedienen. En ik mag graag de helm openzetten. Daarom heb ik ook überhaupt een systeemhelm gekocht. Omdat ik lekker van die wind in mijn gezicht. Nou, daarbij komt gelijk op het moment dat je die wind in je gezicht hebt, dan zit daar een extra vizier bij die ook met één vinger te bedienen is, wat gelijk een zonnevizier is. Daarvan kan ik zeggen dat ik de windweerstand daarvan kan iets beter. De zonweerstand en het UV en hoe helder die is, is daartegen wel heel erg goed. Ik draag persoonlijk eigenlijk altijd een zonnebril onder mijn helm, dus ik gebruik het zonnevizier van de helm niet. En ik zet de zonnebril van tevoren op, daarna mijn helm op en dan moet ik zeggen dat zit perfect. En dan kan ik prima met tot 100 km per uur met de helm openrijden. En als je daar boven komt dan begint de wind wel wat te trekken, maar eigenlijk moet je hem na de 80 km per uur sowieso denk ik voor je eigen veiligheid al wat dicht willen doen. Ik heb de Schubert voorzien van een interfoon communicatiesysteem. Die heb ik met de plakstrip aan de buitenkant gemonteerd. Dat kon niet met het beugeltje. Ook weer, omdat die zo stil is, zit de voering heel strak aangesloten. Daar kun je geen beugel onderdoor doen, dus dat plak je erop. En ik heb daarbij, misschien herken je het, de wat luxere microfoon en audio set erin zitten. Die speciaal beschikbaar is voor de C3, dus dat past er perfect in. De voering is ook door middels van een paar knoopjes heel makkelijk te verwijderen. Je installeert hem echt binnen een paar minuten en het werkt perfect. Nou, ook weer dicht doen, hartstikke goed. Het vizier schoonhouden is natuurlijk altijd een dingetje. Om hem er helemaal af te halen werkt dat heel makkelijk bij Schubert. Je hebt daar een paar kleine pinnetjes voor aan de zijkant, iets verder omhoog. En het hele vizier is eraf. Ook het opzetten daarvan gaat eigenlijk omgekeerd net zo makkelijk. Nou, dan heeft hij ook nog aan de onderkant en aan de bovenkant luchtinlaat voor wat koeling. Het gekke is, het is geen directe lucht, maar op een of andere manier een indirecte lucht. Die circuleert voor je gezicht langs. Ik vind het een prima koeling. En bovenop ook, dat kun je nog een klein beetje aanpassen. Zitten wat luchtbaantjes waardoor de lucht over je hoofd heen en aan de achterkant je helm weer verlaat. Al met al een stevige helm, volgens mij een hele veilige helm, maar daar kom ik pas achter als je ermee gevallen bent. Hoop ik niet achter te komen. Ik ben er heel blij mee. Gekocht bij Motorzoom, inmiddels 1,5 jaar in mijn bezit en hij kan nog wel een paar jaar mee. Dus wat mij betreft, een tophelm.